Iedereen van harte welkom bij het online watercongres van ICT. Na 10 jaar van een fysiek watercongres hebben wij uiteraard ook door de actuele coronasituatie de uitvoering veranderd naar een online versie. Als het niet helemaal vlekkeloos loopt, ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Ik ben vandaag uw gastheer. Mijn naam is Arjen van Dam. Sommigen kennen me misschien wel of niet. Vandaar mijn fotootje. Ik ben ruim 10 jaar werkzaam bij ICT inmiddels. En als business consultant werk ik binnen de publieke watersector op het gebied van automatisering, informatisering en digitaal water. Als gastheer zal ik na deze korte inleiding de sprekers introduceren en de vragenronde aan het einde van de sessie begeleiden. Het online watercongres staat dit jaar in het teken van actuele projecten die bij onze klanten lopen. En binnen deze projecten zijn de automatiseringstechnieken van onze grootste waterpartners toegepast. Nog even een interessante algemene informatie. Aan het online watercongres nemen meer dan 100 geïnteresseerden deel, waarvan 2/3 werkzaam zijn bij een waterschap of een drinkwaterbedrijf. Het andere 1/3 deel is werkzaam bij een systeemleverancier, een system integrator of een ingenieursbureau. Ik zal nu een korte introductie van ICT en water geven, waarna het inhoudelijke programma start. ICT Groep, we zijn landgeoriënteerd. Nederland is het meest volgroeid en de indeling is vanuit clusters CQ-thema's. Zo zijn er de thema's Smarter Industries, Smarter Cities en Smarter Health. We zijn trots op wat we bereikt hebben. We zijn opgericht in 1978 en inmiddels 1500 medewerkers groot, verdeeld over 5 landen en daarbij ook Nederland is het grootste hierin. We zijn financieel gezond, we staan 2019, maar ook in deze coronatijd zijn wij nog steeds financieel gezond. En ook dat is iets om trots op te zijn. En last but not least, u ziet het aan de rechterkant, de klanten die zijn ook zeer tevreden. En dat is waar we het voor doen. Dan, ja, waar staan we voor? Nou, eigenlijk een samenvatting van wat hier staat, kan ik in 1 korte zin zetten. Gepassioneerde technici met domeinkennis. Als we nu kijken naar het watersegment, waar we nu dit congres eigenlijk vanuit uitvoeren, dan zie je dat we werken vanuit de business unit water en infra. En dat is een onderdeel van 1 van de 3 clusters, het cluster Smarter City. In de business unit water en infra bedienen we vanuit infra klanten als Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes voor wat betreft tunnels, bruggen en sluizen. Het watersegment bedient de waterschappen, drinkwaterbedrijven en een aantal gemeentes voor wat betreft hun afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater op het gebied van automatisering, informatisering en digitaal water. En wat doen we daarin? Nou, de scope van ICT in water bevatte projecten vanaf de klemmenstrook, het veld tot en met ERP-systemen. Denk hierbij aan telemetrie, IoT, PLC, SCADA, DCS, Data Historians, MES, databases, inclusief alle onderlinge specifieke interfaces en de connectie naar bovenliggende ERP en of asset management en onderhoudbeheersystemen. En hoe doen we dat dan? Nou, de aanpak, alle dienstverleningen zijn mogelijk en dat zie je eigenlijk in een variatie van het begin van een project. Dat is eigenlijk een idee of een business case, tot en met de oplevering en de long-term instandhouding daarvan. Denk daarbij aan onderhoud en beheer van 10 tot 15 jaar. Dat is eigenlijk hoe wij onze klanten bedienen. Belangrijk onderdeel daarvan is dat wij partnerships hebben met de grote, belangrijke en langdurig bestaande, continue leveranciers op het gebied van technologie. Je ziet daar een hele verzameling, eigenlijk op de bovenlijn, eigenlijk alweer de belangrijkste zoals wij dat nu doen op het gebied van water, maar ook de Data Historians en uiteraard ook Microsoft Certified. Je kan bijna niet meer daaromheen en dat hebben we gelukkig ook goed geborgd binnen ICT. Als we nu kijken naar vanmiddag, dan organiseren we het congres op basis van onze 4 waterstrategische partners: ABB, Siemens, Schneider en Wonderware.